Een paar jaar geleden hebben we een leuke serie gemaakt van De Verzamelaar. Maar hoe zou het nu met deze mensen zijn? Zijn ze nog steeds met hun verzameling bezig? Wijk TV De Valuwe gaat even terug naar De Verzamelaar. En daar zijn we dan weer. Terug bij de verzamelaar Bert. En Bert die spaart bieretiketjes. Tenminste, in 2018 waren wij hier bij jou, Bert. Oktober 2018 om precies te zijn. Toen spaarde jij bieretiketjes en je had er toen 6500. Ja, je goed onthouden. Hoe is het nu met jou en de bieretiketjes? Spaar je ze nog? Ja, nog steeds. Ja? En ik heb ook erg veel leuke reacties gekregen op jullie reportage. En af en toe vind ik nog etiketjes in mijn brievenbus. Waar ik dan een hele speurtocht op los moet laten. Wie heeft die in godsnaam bij mij in de brievenbus gestopt? Zonder naam erbij te zetten. Ja, nog steeds, na al die tijd. Nog steeds, ja. Ja, dus, en ik krijg regelmatig appjes met foto's van heb je deze al, heb je die al. Dus het is nog steeds heel actueel en er zijn heel veel mensen die met mij meesparen. Wat leuk dat het nog steeds leeft. Hoe kan dat, denk je? Waarom is dit zo'n succes, die bieretiketjes? Ik denk dat iedereen in wezen zelf een verzamelaar is. Ah. Diepzinnig, hè? Wat diepzinnig, ja. Maar het niet de moeite neemt om het zelf allemaal te doen, dus iemand wil helpen. Ja. Hoeveel heb je daar inmiddels dan? Ik zit nu in de buurt van de 8400. Zo. Ja, dus. Dus er zijn er bijna zo'n 2000 bijgekomen, begrijp ja. ik. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Er komen ook iedere keer, het zijn brouwerijen die maken weer nieuwe etiketjes. Met een andere uitvoering. Dus dan heb je weer een andere. Dat is weer een nieuwe. Ja. Ja. Nu weet ik, want ik heb natuurlijk de reportage even teruggekeken. Dus voor degene die het wil zien, kunt altijd alles terugvinden bij Wijk TV De Valuwe. Toen had je uit 68 verschillende landen had je etiketjes. Hoe is dat nu? Heb je nog meer landen erbij gekregen? Ja, de teller staat nu op 77. Aha. Bert, vorige keer vertelde je dat je een heel bijzonder etiket had uit Mongolië. Ja. Heb je nog zo'n juweeltje kunnen ontdekken? Nou ja, kort geleden kreeg ik van iemand een etiket van Faroe-eilanden. Pardon? Faroe-eilanden, dat ligt tussen Schotland, IJsland en Noorwegen in de Atlantische Oceaan. Nooit van gehoord, maar goed. Ik heb het ook op moeten zoeken. Ja. En daar kreeg ik dit etiket van. Dus ja, dat is ook wel weer bijzonder. Heel bijzonder. En dat heb je dan gekregen van iemand die bijvoorbeeld op vakantie is geweest daar? Ja. Ja. En die zien dat dan en brengen dat netjes voor me mee. Het zij met flesje en al of alleen het etiket. En ook nog een beetje exotische landen inmiddels erbij gekregen? Of Zuidoost-Azië, waar je Niet zo heel veel. Maar ja, er is ook niet zo'n biercultuur natuurlijk. Hè? Dat is vooral in Europa. Noorden van Europa vooral. Hè? Italië, Spanje heeft wat minder biercultuur. Maar ik heb wel een etiket nog gekregen van Zuid-Korea. Dus nou ja, dat is tenslotte ook Zuidoost-Azië. Dus af en toe. Ja. Nu hebben we het over allemaal ver weg landen. Maar hoe zit het met een mooie Gassel? Heeft hij inmiddels al een eigen brouwerij, dus eigen etiketten? Ja, er zijn mensen die op amateurbasis brouwen. Ja. En daar heb ik ook etiketten van gekregen. Sterker nog, die man die zelf brouwt, die spaart ook enorm voor mij. Dat is tenslotte een bierliefhebber, hè? Ja. Dus zeker. Wij hebben natuurlijk ook wat etiketten meegebracht, maar het valt me op tegenwoordig, op de flesjes, ja, je krijgt ze er niet meer zo goed af, want sommige, het is niet echt een etiketje, maar een sticker. Ja, het is lastig. Een etiket wel, maar een stickervorm. Ja. En ja, dat is, ik plak ze, ik probeer ze er voorzichtig af te halen en plak ze meteen op een stevig papiertje. Oh, niet zoiets. Niet op een servetje. Sorry. Op een stevig papiertje en dan knip ik hem uit en dan is die goed in het album te stoppen. Ja. Ja. En
ik heb begrepen, daarom ook dit dikke boek, want die verkreukelde dingen zoals ik heb. Nou ja, dat is wat minder leuk. Dus ik stop ze in een dik boek even en dan worden ze lekker plat, zie je? Kijk. En dat, dat toont mooier. Ja. Bert, hoe lang denk je nog door te gaan hiermee? Goeie vraag. Er komen steeds nieuwe etiketten, er komen steeds nieuwe brouwerijen. Zelf bierbrouwen is helemaal hip. En dat schijnt redelijk eenvoudig te gaan. Dus ja, daar komen er steeds nieuwe bij. Dus mijn verzameling kan alleen maar groeien. Dus het is nog steeds leuk om te doen. Af en toe moet ik weer zeggen van nu ga ik opruimen. Want dan ligt er weer een stapel etiketten wat vergeleken moet worden met de etiketten die ik heb. Ja. Om te kijken van is het een nieuwe of heb ik hem al? Is er weer een logootje anders of zo. En je wordt er niet moe van mensen die allemaal de flesjes meebrengen en die zeggen van nou, hier Bert, doe het zelf maar. Je bent wekelijks bij de glasbak te vinden. Ik ga de hele gemeente af bij alle glasbakken dat het niet zo opvalt. Bert, de alcoholist uit Gassel, zeggen we dan. Nee hoor. Nou Bert, mensen mogen nog steeds jouw brievenbus volgooien met etiketjes. Absoluut. Of toch nog flesjes aan Absoluut. De deur zetten. En wel leuk als ze me even appen of naam erbij zetten. Dan weet ik ook wie ik kan bedanken. Hè? Ja. Bij deze. Nou, dank u wel. En nou, dan zetten we jou aan het werk met een aantal nieuwe etiketjes. Dankjewel. Altijd welkom. Dankjewel.